We zijn nu in het Antwerpen van 1550, midden in de Gouden Eeuw. Antwerpen bevindt zich op zijn cultureel, politiek en economisch hoogtepunt. Er is een groeiende handelsactiviteit tussen verschillende Spaanse steden en Antwerpen, waarvan Gilbert van Schoonbeke graag een graantje meepikt. Gilbert van Schoonbeke is een groot projectontwikkelaar die eerder al naam heeft gemaakt door de succesvolle aanleg van verschillende grote straten in Antwerpen, zoals de Markgravelei, de Jodenstraat, de Lombardenstraat en de Hantjeslei. Hij heeft net zijn meest ambitieuze project verwezenlijkt, een nieuw stadsdeel in Antwerpen waardoor de 100.000 inwoners meer ruimte krijgen. Dit stadsdeel heeft hij ook een economische functie gegeven. 24 brouwerijen en een centraal waterhuis, waardoor de brouwerijen zowel van genoeg water als van een vergaderzaal worden voorzien. Maar dat even terzijde. Momenteel. We bevinden ons nog altijd in het jaar 1550, is Gilbert bezig met het verzamelen van inspiratie voor zijn volgende project, de stadsomwalling van Antwerpen. Deze stadsomwalling zou Antwerpen gaan beschermen tegen aanvallen van grote legers. Met zijn bastions als uitkijk- en opslagplaats zou geen enkel leger hier tegenop kunnen. Maar hoe gaat de muur eruit zien? Gilbert besluit om een tijdje naar Spanje te gaan om hier inspiratie op te doen voor zijn omwalling. Omdat keizer Karel V toestemming had gegeven voor Gilbert's ambitieuze project enkele jaren geleden, werd hij op de hoogte gehouden van Gilbert's nieuwe projecten. Karel krijgt dus ook te horen dat Gilbert van plan is naar Spanje te gaan en stelt voor met hem mee te reizen in een van de 5 schepen die van Ferdinand Magellaan geweest waren, namelijk de Victoria. Onderweg hebben de twee heren boeiende gesprekken over de toenemende welvaart van de Nederlanden, wisselen ze verhalen uit over de ontdekkingsreizen van Magellaan en bespreken ze de lopende projecten van Gilbert. Ondertussen observeert Gilbert de prachtige constructie van het schip en besluit hij dat hij de vorm van de stadsomwalling zal baseren op de vorm van de onderkant van het schip. Aangekomen in Spanje merkt Gilbert dat het land geteisterd wordt door de Italiaanse oorlogen, waarin Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk de grootste vijanden zijn van Spanje. Gilbert gaat met spoed terug naar Antwerpen en moet hierdoor zijn goede vriend keizer Karel V achterlaten. Hij kan maar niet vergeten hoe moedig en sterk de Spanjaarden zijn tijdens deze periode van angst en pijn en beslist uit eerbied zijn meest beschermende project, de Spaanse omwalling, te noemen.